allemaal, leuk dat jullie kijken. Vandaag weer een nieuwe video. En in de video van vandaag ga ik het nieuwe spel uittesten. Ik ben naar een kringloopwinkel gegaan, want ik dacht, nou, misschien kom ik wel wat leuks tegen om te gaan opnemen in een video. En ik kwam inderdaad wat leuks tegen. Ik ben The Sims 3 tegengekomen en daarbij zit ook beestenbende. En dat betekent dus ook dat er... Ja, dat je met paarden iets kan doen of zo. Verder weet ik niet zo goed hoe de Sims nou precies werkt en wat voor spel het nou precies is. Ik heb al een tijdje Sims 4 gespeeld, maar dat was op een account van een kijker. Hey, dankjewel. En toen vond ik dat best wel leuk, maar ik heb nooit zelf de versie gekocht. Maar het schijnt wel, tenminste daar stond me iets van bij. Ik weet niet of dat klopt, dat er een registratiecode bij zit en dat je die code dan maar één keer kan gebruiken. Dus dat zou betekenen dat die nou al is verbruikt en dat... Als ik het nou zou willen invoeren dat het niet lukt en dat ik misschien het hele spel niet kan spelen. Maar goed, ik ben heel benieuwd. Misschien werkt het wel en heb ik het wel mis. Maar we gaan het nou in ieder geval testen, want het lijkt me wel leuk om hier video's van op te nemen. Als je dus afvraagt van waarom test je niet de Sims 4, die is veel nieuwer. Bij de Sims 4 heb je geen paarden en aangezien ik toch wel een beetje een paardenkanaal heb, ja, wil ik toch wel iets met paarden blijven doen, dus vandaar. Zijn er misschien ook wel mensen die zeggen van ja, je kan het spel ook gewoon gratis downloaden op internet als je het goed zoekt. Ja, dat kan. Er zijn inderdaad wel sites die hem zo gratis aanbieden. Maar ik vind het best wel een link, want er zitten wel vaak virussen bij dat soort dingen. Dus ja, ik denk voor 1,50 wil ik dat risico wel lopen. Goed, ik doe het nou op mijn bed, want ik denk, ja, een keertje andere setting. En ik heb een beetje een probleem, want mijn laptop die heeft, die is zeg maar zo dun dat er niet een cd in kan. Dus daarom heb ik zo'n extern ding voor zo'n dvd. En kijk, ik heb kerstlichtjes langs mijn bed. Het is toch al een kerst geweest? Ja, weet ik maar. Het is gewoon gezellig. Het is leuk. Mensen vroegen trouwens welke laptop ik heb. Dit is de Lenovo Yoga 2. En hij kan 360 graden draaien. Dus je kan er ook een tablet van maken. Kijk, nou staat hij zo. En het scherm is nou gedraaid. En dan kan ik hem ook nog klappen als tablet. Maar ik heb geen zin om dat te doen. Maar als ik dit op school doe, dan denken mensen echt dat ik boos ben en mijn laptop door midden aan het knakken ben. Maar nee, mijn laptop die is gewoon, kan je gewoon zo draaien. En je kan ook op dingen klikken. Het is een touchscreen. Maar ik moet zeggen, dat gebruik ik niet zo heel vaak. Oké, ik heb die cd gevonden in mijn computer. Moet je kijken, die bestanden die komen echt uit 2009, 2008. En... Oh, dat was het al. Het is zo oud. Oh jee, ik heb hem gevonden. De setup. Ja. Straks heeft een of andere hacker... een virus op dit spel gezet. Nee, daar ga ik niet vanuit. En anders is het RIP Star Stable Laptop. Kijk nou, hij doet het. Oh, dit weet ik nog van vroeger als ik een spelletje ging installeren. Dan moet je continu op volgende klikken. Oh, het scherm tript een beetje. Zou mijn computer al te nieuw zijn voor dit? Laptop bedoel ik. Oh, registratiecode. Ja, kijk, die heb ik dus. Oh, hij doet het. Kies een installatietype. Het programma wordt geïnstalleerd met de meeste standaardopties. Wordt aanbevolen... Oké, ja, ik ben geen computerneur, dus ik vind het wel mooi. Oh, het werkt! Oh! Oh, nee. Nee! Do it! You can do it! Hij blijft de hele tijd hier. Nou ja, hij is nog maar net een minuutje bezig. Ik word ongeduldig. Ik wil spelen. Ik wil met mijn paard door de wilde prairie... rijden of hoe dat ook werkt. Installeer. Ja, ik was inderdaad een beetje ongeduldig. Want hij gaat nou inderdaad installeren. En het is nog niet eens een minuutje later. En dat ding maakt allemaal gek geluid. Ik denk dat hij gaat ontploffen. RIP. Externe cd-schijf. Als ik dit er nou uittrek, gaat hij dan stoppen? Nou, dat ga ik maar niet doen. Oh, hij gaat opstijgen, hoor je dat? Oh, shit. Blijf rustig. Koest. Rustig aan. Dit is echt... Hoor dat geluid? Ik krijg er vet erg kippenvel van. Dat is niet goed. Hij is geïnstalleerd. Yay! Oh, niet die. Deze. Oh, hij werkt gewoon. Joepie! Kijk, ik heb in de tussentijd dat ik ook even beestenbende gedownload. En wow, het is helemaal donker. Ja, nou wordt het weer lichter. Dankjewel. Ik heb ondertussen ook eventjes beestenbende gedownload. En hij doet het gewoon. Ja, hij heeft een beetje lag. En de beeldverhouding is nog niet helemaal goed. Maar dat ga ik zo eventjes fixen. Maar wow, hij doet het gewoon. En die muziek. Daar word ik zo blij van. Die muziek is zo vrolijk van de Sims. Oké, het spel is opgestart. Ik heb het hier beneden op mijn laptop. Ik ga nu eventjes met een andere setting het filmpje opnemen. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie van deze setting vinden. En ik ga nu eventjes Sims 3 uitproberen. Dus ja, veel plezier met kijken. Oké, laten we beginnen. Ik had een paar uur geleden had ik ook al een opname gemaakt. Alleen toen heb ik onbewust per ongeluk het kabeltje. Kijk, zoals je hier ziet.
van mijn DVD eruit getrokken, of CD-ROM. Waardoor die het bestand niet heeft opgenomen, maar ik was nog niet zo heel ver. Dus dat scheelt, dus ik weet niet verder wat er in het spel gaat gebeuren. Dus ik ga nog eventjes gauw een poppetje maken. Ik ben niet zo lang bezig hoor. Maar ik heb gauw wat zin, want het gaat nog wel puur om de paarden. Want ik wil weten hoe het werkt met de paarden en wat je met de paarden kan doen. Dus ja, ik ga eventjes gauw een poppetje aanmaken. Ik doe wel een vrouwtje. En ik wil graag wel... Kijk hoor, ik doe iets langer, echt zoals een paardenmeisje. Even kijken hoor, hoe noemen we? Noemen we wel gewoon zo je winst. Ja, we gaan wel gewoon zo... Oh. We gaan wel, ik deed de opname uit. We gaan Zoe Winterson maken. Even kijken hoor. Nou ja, weet je, het lichaam maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Kan je dat wijzigen? Want ik wil dus eigenlijk... Ja, nu moet je wel een poppetje maken volgens mij. Kan ik dit mensen ook verwijderen? Nee, ik kan... Oh, ik kan er een tweeling van maken. Oh, nu krijg ik twee van die mormels. Nee, ik wil jou niet twee keer. Ga weg. Is haar zus dan... Met dezelfde kleren? Of heeft hij nog wel een beetje andere kleren? Nu heb ik twee Zoe Wintersons. Dat wil ik niet. Ga weg. Ik wil alleen een paard. Oké, weet je, ik ga wel gewoon in één keer een paard maken. Ja, paard creëren. We gaan een paard creëren. Oh, dat is zo cool. Bezoek de Sims 3 store via winkelen. Je krijgt een snelle rondleiding om te leren winkelen. Verder leer je om snel leuke spullen op te halen, zodat je die in de game kunt gebruiken. Oké, daar maakt me eigenlijk niet zo van uit. Ik wil een paard maken. Ja, paardje! Oh yeah. Ik ga dansen met het paard. That's really nice. Oké, let's go. Wat gaan we doen met dit knollenbeest? Knol. Ik ga er goed voor zitten. Is het een vrouwtje? Nee, ik wil wel een mannelijk fretje. Want dan kunnen ze misschien voortplanten en dan krijgen ze misschien veulentjes. Kan dat ook op Sims? Want dan wil ik dat deze veulentjes krijgt. Oké, ik weet dus niet hoe dit werkt. Rassen. Oké, wat ga ik maken? Waar kunnen we hem uit kiezen? Oh, een Arabisch paard. Oh, dit is een Arabier. Oh nee, dit is nou een Arabier. Ik dacht dat ons paard dan Arabier. Oh, wat een cute pie. Een Australisch veedrevers paard. Nooit van gehoord. Wat hebben we hier allemaal? Een Clydes. Hoe spreek je dat uit? Ik voel me echt slecht. Holstein, Lipizzaner. Oh, die zijn altijd wel mooi, toch? Ja, kijk, dat is echt zo'n cool paard. Maar oké, we gaan eventjes een Pinto. Oh, wat cute. Die is best wel leuk. Hebben ze ook iets van een Tinker of zo? Shire. Oh, nou, die valt een beetje tegen. Ik had wel dat die iets behaardiger zou zijn. Dit is een Welsh. Nee, die vind ik ook niet zo leuk. Wat is dit? Ja, kijk nou, wat een cutie poetie Becky die heeft. Oké, deze ga ik kopen. Kopen, nou ja. Ik ben gewend dat het Star Stable is, dat ik hem ga kopen. Oké, vacht. Vachtkleur. Oh, we kunnen een Appaloosa Tinker krijgen. Oké, dat wist ik niet. Oké, ik wil een gevlekte Tinker, want dan anders vind ik het geen Tinker. Dit vind ik een beetje een pispaard, dus ik wil de pis even lopen rollen. Oké, dit vind ik wel een mooi Tinkerpaard, maar ik wil... Dat die Tinker andere kleur... Nee, wat is dit nou? Waarom heeft mijn paard gele mosterdvlekken? Van Paula de Koe of zo. Met yoghurtvlekken. Kennen jullie dat? Ik wil dat die een andere kleur... Ja, dag. Dit is gewoon een clownspaard. Meneer de clownpaard. Hoe kan ik dit aanpassen? Ook hier? Jongens, ik weet helemaal niks van de Sims zelf. Ik heb het nooit en dan ook nooit gespeeld. Ik heb alleen maar Sims 4 gespeeld. En dat was natuurlijk niet met paarden. Maar ik heb de Sims 3 dus gekocht omdat er dus paarden in zitten. En ik ben op paarden YouTube kanaal. Dus ik vind het dan wel leuk als ik spelletjes doe met paarden. Maar ik heb dus werkelijk geen idee hoe Sims 3 werkt. Dus als jullie tips hebben voor Sims 3, laat het alsjeblieft weten in de comments hier beneden. Want dan heb ik er sowieso wat aan. Want ik weet dus helemaal niet hoe het spel werkt. En ik weet ook niet waarom mijn paard nou ineens zo'n lelijke mosterdkleur krijgt. Dus, oh ja, hij gaat dansen. Ik wil de Sims 3 store niet bezorgen. Ga weg. En ik hoef ook geen tips, want ik wil het zelf doen. Ik wil het dus allemaal zelf doen. Maar ik vind het ook leuk als jullie me helpen. Oh, kijk nou. Je paard is uit allemaal lagen. Kan ik dan ook gewoon in één keer dat hele paard vernietigen? Wacht. Ik ga gewoon op alles verwijderen klikken. En dan krijgen we alleen maar een mosterdpaard. Maar ik wil geen mosterdpaard. Ik wil gewoon een mooi paard. Oké, dan moet ik denk hier... Ja, kijk nou. Nou is die mooi. Oh, kijk.
Met die muis kan je dus zoomen, dat wist ik niet. Dan weet ik het nu. Kijk, zien jullie het lichtje? Wauw. Oké, maar als jullie Sims 3 tips hebben, laat het dan eventjes weten in de comments. Want ja, en wat ik moet doen met de Sims voor de video. Oké, ik ga nou eens kijken wat ik met het paard allemaal kan doen. Ik kan hem een geflekt... Je moet een nieuwe laag toevoegen om dit, wat stond er? Om dit toe te kunnen passen. Oh! Oh, kijk, dit is de basiskleur van je paard. En nu kan je hem zo aanpassen. Ik vond hetgene wat hij net had wel mooi. Nou heb ik het weer helemaal verpest. Oh ja, kijk, dit vind ik een mooie kleur. Dus dan moet ik een nieuwe laag. Oh, ik denk dat dat bij het plusje moet. Dus jongens, ik weet ook helemaal niet hoe het werkt met lagen en met paard. Want ik ben nou blijkbaar gewoon mijn eigen paard aan het maken. Maar dat was niet de bedoeling. Dus als jullie tips hebben hoe dit spel werkt, laat me alsjeblieft weten. Ik heb trouwens wel een heel leuk video idee hiermee. Ik denk dat je hiermee het vachtpatroon kan... Oh nee, de vachtkleur. Oké, cool. Dus dat heb ik nu gedaan. En dan wordt het ook... Oh, een soort stippeltjespaard. Zebra! Oh, wat cute! En een of ander leeuwen... Leeuwpaard, hoe noem je dat? Leeuwpaard, dat bedoel ik, ja. Oké, wat kan ik allemaal nog meer doen? Oh, een skelet. Oh, nee, hij is wit. Op het plaatje staat dat hij een skelet wordt. Deze vind ik wel mooi, dat was de eerste. Oh kijk, nu lijkt het net een beerdenhuid. Zien jullie dat ook? Het lijkt net zo'n... En wat moet ik hiermee dan? Nee, waar is mijn vlek nou? Kijk nou. Oh kijk nou, zo kan ik heel goed Uraya namaken. How cute is that? Oké, wacht, dit moet weg. Dit werkt niet met delete. Wacht, eventjes Ctrl-Z. Ja, daar is mijn vlek en vlekken. Oh, dan moet ik natuurlijk een nieuwe laag. Wow, jongens, ik snap hoe dit spel werkt, denk ik. Please help me in de comments. Ja, kijk, ik snap een beetje hoe het werkt. Oh, wacht, dan moet ik het hier verplaatsen natuurlijk. Ja, kijk, nou heeft hij zo'n gigantische poepvlek op de zijkant van zijn ding. En nou eentje op zijn kont. En nou een op zijn hoofd. Ah, I get it. Ik denk dat ik het een beetje weet hoe dit werkt. Wat is dit dan? Dit is wel weer... Het is niet dezelfde kleur als dat ding. Als dat ding die ik het heb gemaakt. Huh, maar dit is echt heel raar. Dit vind ik wel... Ja, maar ik wil dezelfde kleur als dat. Dus dit of zo. Oh nee, dit is echt niet mooi. Dit lijkt er een beetje op, toch? Of niet? Kijk, ik heb gewoon een extra vlek aan zijn lijf toegevoegd. Oké, wacht, deze kleur. En dan... Oké, ik weet niet wat ik zojuist gedaan heb, maar ik moet zeggen, het ziet er wel grappig uit. Volgens mij heb ik een extra vlek toegevoegd. Ja, ik begin het spel een beetje te begrijpen. Oké, maar nou wil ik weer terug naar het vorige scherm. Hoe kom ik daar dan mee heen? Oh, dat niet dit. Aangepaste vachtkleur. Wat is dat dan? Oké, dat snap ik niet. Misschien die knopjes hier? Oh nee, nu kom ik weer bij dat lelijke mens. Ik wil naar mijn paard, naar Fred. Oké, wacht. Oh, nou ben ik hier zo. Oké, dus dat werkt. Als ik via dat knopje... Maar er moet een makkelijkere manier zijn. Oké, Fred. Oh, niet zo dichtbij. Ik wil jouw manen donker hebben. Iets donkerder. En dan maar niet zwart, want dat vind ik niet mooi, Fred. Ik wil dat jij mooi komt uit te zien, maar ik vind jou nou niet mooi. Ik wil mooie donkerbruine manen hebben. Kijk, zoiets als dit. Oh. Fred, wat zijn je ogen lelijk. Je moet echt wat aan je make-up doen, man. Oké, Fred. Ik wil diezelfde kleur staart. Ik weet alleen niet meer welke kleur dat was. Volgens mij deze. Hé, kan je nou serieus ook nog... Haarwortels? Highlights? Haarpunten. Kan het serieus ook van het haar? Dat wist ik niet. Dat heb ik nog niet eens gezien. Maan. Nee, ik wil niet... Oké, wacht. Oké, dus ik zat hier. Ja, kijk nou. Highlights. Oh nee, highlights. Oh, dit is zo typisch Uraya. Die heeft ook deze kleur highlights. Vet cool. Alsof hij zijn haar heeft gedipdyed. Oké, ik doe wel eventjes alsof hij... Kan ik ook opslaan? Gelukt. Heb ik dit nou opgeslagen? Dat was echt niet de bedoeling. Oké, paard, jij hebt roze dipdye. We hebben jouw haren gedipdyed. Maar dat doen we niet jouw staart. Want dan is het net alsof je met je staart door een eenhoornbeen getrapt. Oké.
vorm. Oh, we kunnen ook nog... Oh, nou ben je echt lelijk. Zo ben je beter. Wacht, even ctrl-z. Dit is beter. Oké, kop. Oh, blijf hier. Ik weet niet wat er nou zojuist is. Oh, kijk, er verandert er wat aan het voorhoofd. Misschien moet ik hem zo houden. Hé, er verandert ook wat aan zijn neus, of niet? Oké, ik doe wel gewoon dit, want ik zie geen verschil. Oké, paard, we gaan eerst eens even wat in die lelijke ogen voor jou doen. Want hier is je oog heel groen en dan alsof je uitgestorven bent. En daar is je oog helemaal blauw. Dus we doen even een coole... Oh, dit is veel te lelijk. Oké, paard. Oh nee, dit ziet er al helemaal niet uit. Alsof je schil bent. Oké, paard, dit vind ik dan denk ik het beste. En doen we... Huh? Ik snap het niet. Ik doe gewoon bruine ogen, kan dat? Ik vind het helemaal niet mooi. En nou heeft het twee verschillende kleuren ogen. Ik wil gewoon zwart. Oh, hier moet dat. Kan ik ook roze ogen doen? That's cute. Ik doe... Ja, ik zie niet eens verschil, dus ik doe wel gewoon rood. Oh shit, nee, hier is die nu rood. Oh, kijk hoe lelijk. Sorry paard. Ik wil jou weer mooi krijgen. Oké, nou, weet je, ik vind het wel prima. Snuit. Oh, dat kan ook nog. Oh nee. Dat is niet mooi paard. Je bent veel mooier Fred als je gewoon jezelf bent in plaats van met zo'n lelijke snuit. Dat is dit, denk ik. Maar kan ik ook die ramsneus wat aanpassen? Want ik vind... Oh, kijk nou, je kan zelfs oortjes aanpassen. Oh, ik kan, jongens, ik kan gewoon Uraya namaken. Want Uraya heeft echt vet kleine oortjes, maar dit is wel heel klein trouwens. Ik bedoel even normale kleur, normale oren. Maar kan ik ook zijn hoofd aanpassen? Oh ja. Oh, je bent zo cute met je lelijke dipduimanen. Maar ja, ik vind het eigenlijk wel schattig staan. Ook al is het best wel lelijk. Oorverhouding. Oké, nu kan je het aanpassen. Maar... Oh. Hé, nou ben je een ezel. Maar ik heb wel een leuk ideetje bedacht met dit spel. Maar ik weet niet of jullie het leuk vinden. Want dit gaat dan denk ik een nieuwe serie op mijn kanaal worden. Dat ik met de Sims paarden wat ga doen. Wat ik dan wil gaan doen, is dat jullie, ik weet niet hoe dit werkt, ik weet ook niet wat ik aan het doen ben, maar... Dat jullie een paard bedenken in de comments. Jullie bedenken de manen, hoe het paard eruit komt te zien. Ja, gewoon hoe het paard eruit komt te zien, wat voor ras het is, wat voor soort paard, hoe die... ja, weet ik gewoon hoe het paard eruit ziet. Dat zetten jullie dan helemaal in de comments en dan ga ik dat paard namaken. Dus gewoon of ik maak één comment van iemand helemaal na, als het heel specifiek is. Heel gek of zo. Of ik doe allerlei verschillende comments en daar maak ik één paard van. En dan zet ik natuurlijk jullie comments zet ik zo in beeld. En dan krijg je natuurlijk ook, daar sta je in de video, dat is leuk. Dus dan ga ik jullie ideeën namaken. Verder kan ik natuurlijk ook gewoon het leven van deze, van mijn mensen doen. Maar dan moet ik wel eventjes een nieuw gezin aanmaken. Aangezien ik nu dit spel aan het uitproberen ben en niet weet wat ik aan het doen ben. Dus dat kan ook een leuk idee zijn om te doen met de Sims. Dus als jullie willen zien... Ja, dat ik gewoon met de familie ga spelen. Dat kan natuurlijk ook. Of ja, als je nog andere leuke video-ideeën hebt met Sims. Want ik weet echt niet hoe dit werkt en wat je allemaal kan doen. Dus laat alsjeblieft zoveel mogelijk tips achter en ideeën. En ik ben even aan het kijken of ik niet aan de achterkant nou in die flik vlieg. Oké, ik heb het eventjes gefixt. Maar laat eventjes in de comments zoveel mogelijk ideeën achter. Want dan weet ik wat ik kan doen met Fred. En met deze Zoe. Ik maak er sowieso een nieuw gezin aan. Maar ja, laat het gewoon even in de comments weten. Want ik weet niet wat ik moet doen. Want ik weet ook niet goed hoe dit spel werkt. Dus dit is serieus de eerste keer in mijn hele leven dat ik dit speel. Sims 3. Heel veel mensen hebben dit al gespeeld. Behalve ik. Oh, ik zie nou dus dat ik het hoofd al kan aanpassen. Maar, oh, you're so cute. Ik denk dat ik je dipduit toch maar eventjes iets minder hard ga maken. Want ik vind dat je wel een hele harde dipduit hebt. Ik vind het niet zo heel mooi, paard. Oké. Ik doe het... Wacht, ik doe... Kijk. Wel een beetje dip dye. Ik doe deze kleur. Oké, dan heb je nog wel een beetje paard. Maar niet meer dat roze. Want dan loop je heel erg verschut. Oh, accessoires. Daar waren we gebleven. Zadel. Een dressuurzadel. Kan ik ook een normaal zadel? Want dat vind ik meestal ietsjes mooier dan western. Oh, dit is een racerzadel. En dit is een... Mislukt zadel. Oké, dus ziet dit er nog een beetje fatsoenlijk uit. Heb je geen dekjes hier bij dit spel? En wat vinden jullie van mijn paard? Dit is mijn eerste zelfgemaakte paard. Ik kan
ook nog misschien die poten aanpassen, want ik vind ze niet zo mooi. Wat hebben we hier? Ja, kijk, een dekje. Oh, wat leuk. Oh, wat leuk. Maar ik wil wel een mooi kleurdekje voor jou, want ik vind dit niet zo'n mooi kleurtje. Oh, dat kan ook nog. Oké, paard, ik doe een mooi aquablauw dekje voor jou. Maar niet al te fel, want... Oké, weet je, ik vind het fel eigenlijk toch wel grappig. Kan je ook beenbeschermers doen hier zo? En je paard poets of zo, hoe werkt dit? Oh, en ook nog een borsttuig. Oh, wat luxe. Oké, maar die wil ik wel in het zwart. Zwart, 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 zwart. Is iets te zwart, hè? Oké, ja, dit is wel mooi. Dit is mijn mooie paard. Ik ga nog even kijken of ik zijn benen aan kan passen, want die vind ik niet zo mooi. Oh, dan moet ik hier klikken, want daar was ik net achter gekomen. En dan hier. Verhouding van voorpoten. Bicepsomvang. Oh, daar. Ik wil die kleuren veranderen. Hoe moet dat? Oh, hier. Lichaam. Oh nee, dat is het verkeerde knopje. Hoe kan ik zijn poten benen aanpassen? Sorry. Hier, behang. Heet dat behang? Nee, dit is geen mooie kleur. Oh, dit is zeg maar die sokken van het paard. Oké, wacht. Ik ga jouw poten fixen. Sorry, benen. En dit lijkt net alsof hij door de poep heeft gerold. Dat is niet zo handig. Oké. Oké, paard. Oh, hier heb je dat kleurenpalet. Dat is wat handiger. Oh, nee. Oh, je kan zien dus roze voeten. Oké, dit is beter, denk ik. Iets te geel misschien. Ik weet het niet. Ik ben hier ook niet goed in, jongens. Dit is mijn eerste zelfgeproduceerde paard. Dus wees alsjeblieft blij. Ik hoop dat het goed is. Ik ben echt niet goed in dit. Oh, persoonlijkheid. Oké. Oké, nee, hij is wel gehoorzaam. Want ik wil een blij paard. Want als ik hem dan ga trainen of zo, dan wil ik dat hij luistert. Want anders duurt het vet lang en heb ik geen zin in. Oké, hij is wel speels. Hij is niet ongetraind. Ze moet eerst gewend raken aan het zadel en bereden worden door de sim die ze vertrouwen. Om daar een andere uit te accepteren. Oeh, ik kan natuurlijk ook zo'n vet coole storyline gaan bouwen. Van een meisje en dat komt op een... dat woont en dan komt er een paard bij en die moet ze verzorgen en dan moet ze helemaal vriendjes worden en zo. Dus verzin maar een leuke storyline of iets. Verzin maar een leuk video idee met Sims. Ik kan ook meerdere ideeën doen als jullie dit leuk vinden natuurlijk. Ik vind het zelf wel leuk. Ik ga er wel mee door. Ik kan springen. Nee, we gaan van jou Fred een springpaard maken. Oké, hij is ook wel rustig. En oh, ik kan er maar 3 kiezen. Nou, oké. Fred, je zit op de manege, hoor je dat? Nee, dit is wel... Is het een vrouwtjespaard? Ja, waarom heet hij trouwens dan Fred? Nee, het is echt zo'n tinkerpaard, dus het is dit. Oh, biografie. Wat is dit? Oh, dan moet je informatie over je paard. Hoi, Ben. Fred, wil je trouwen? Kan je dat dan van een paard zien of zo? Als dan een ander paard... Andere speler mijn paard ziet. Ziet hij dan? Hoi, ik ben Fred, wil je trouwen? Dan hebben we allemaal veulen straks. Dat is vet gezellig. Oh, wat is dit? Oh, de kleur van het zadel. Of niet? Oh, ja. Yeah. Oh, dan kunnen we een beetje een zadel doen met een beetje een blauw accent. Ah, vind ik niet mooi, leuk. Zo. Beetje, wil je annuleren? Ja. Oké, ik wil weer... waar was ik hier gebleven? En dit is willekeurig. Oh nee, Fred! Oh, my baby is back. Fred, ja. Oh, ik dacht al. Oké, Fred. Oké, dit vind ik wel goed. Ik heb maar 1 paard. Ik wil geen manege. Oh, we moeten eerst van haar... Oh, kan ik haar ras aanpassen en haar vacht en haar vorm? Oké, haar eigenschappen. Ik ga even haar eigenschappen toevoegen. Oké, ik ben weer terug. Sorry. Mijn camera die viel uit.
omdat hij bijna vol zit. Dus ik moet even gauw afronden. Maar oké, dit persoon, dat is een paardenliefhebber, want het is wel handig als hij wil paardrijden op Fredje, want het moet wel lief zijn voor Fred. Ze houdt van buiten, want dat is ook wel handig als ze wil buiten rijden, want anders blijft het paard, dat gaat buiten verroest als zij steeds binnen wil blijven. Ze is een geboren kok, want stel dat paard is stout, dan kan ze hem slachten en op de barbecue gooien en dan heeft ze lekker eten. Goed gevoel voor humor, dat is wel aardig, want dan gaat het paard misschien nog een beetje lachen. En ze houdt ook van voertuigen. Kies iets waar Zoe Winterson haar hele leven naar kan streven. Een beroemde 5-sterren chefkok, de culinaire bibliothecaresse. De ruiter, ja. Zij wordt echt een topruiter. Een topdressuurpaard met haar paard Fred. Nee, maar deze storyline ga ik denk ik niet afmaken. Want dit is gewoon puur eventjes om te testen hoe het spel werkt. En dan wil ik in de volgende afleveringen dus... ik moet kiezen waar ik wil wonen. Ik vind dit er wel leuk uitzien. Kom, Fred, we gaan hier wonen. Je kunt nog wat andere kavels bekijken. Nee, ik wil naar dat huis. Luister, nou... jullie moeten dan eventjes in de comments laten weten wat jullie willen zien. Of jullie dus willen zien dat ik allerlei paarden ga namaken. Oh, ik heb geen schrijfruimte meer. Hey, thanks. Of dat ik gewoon een hele storyline ga maken. Of verzin gewoon wat leuks. Ik ben benieuwd. Oké, de graphics die staan niet helemaal goed. Dat heb ik blijkbaar nog niet gefixt. Hoe werkt dit? Hoe moet ik draaien? Oh, gevonden. Ik moest... dit draaien. Oké, ik ga erop. Go for it. Ik wil op het zadel. Waarom gaat ze niet op Fred? Waarom loopt het spelletje vast? Oh nee. Bestijgen. Ja, ze gaat op Fred. Ze heeft wel een bijpassende broek. Waarom gaat ze niet op Fred? Nee, waarom gaat ze aan haar hand laten ruiken? Misschien heeft ze al net met haar hand poep afgeveegd en ruikt haar hand in haar poep. Waarom wil ze besnuffeld worden? Nee, dat wil ik ook niet. Ik wil gewoon dat jij op Fred gaat rijden. Ja, ze gaat op Fred rijden, jongens. Eindelijk. Ja, hallo, doe even je best. Ik heb niet al die dagtijd. Hé, ze lijkt wel 80. Is ze misschien niet 80 dat ik daar niet naar heb gekeken? Oké, ze rijdt op Fred, dus dit is de Sims. Je kan gewoon zo op je paard rijden. Dat is het enige wat je kan, of kan je nog meer? Want ik weet het niet. Kan je nog wat meer dan alleen maar rondjes lopen? Laat eventjes in de comments weten wat je precies kan met de Sims paarden. Hoe het werkt, wat je moet doen, want ik weet het niet. Kan je zeggen, ja, je moet op YouTube kijken voor filmpjes. Ja, maar ik vind het leuk als jullie mij helpen, want dan komen we er samen met z'n allen uit. En laat eventjes in de reacties video-ideeën achter voor de Sims. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet even om... blauw duimpje omhoog te doen hier beneden. En ja, vergeet ook niet om te abonneren, want dat is gratis. En hoe meer abonnees, hoe meer video's te komen, zou ik super leuk vinden. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei doei!